Hoi Maal, ik ga vandaag samen met Feline, die staat daarachter, bladgoudfoto's maken. Voor degene die niet weet wat het is, er komen een paar voorbeelden in beeld. Dus ja, dat gaan we vandaag maken. Voor bladgoudfoto's heb je natuurlijk van die glitters nodig, maar het is wel belangrijk dat het een beetje van die vlokjes zijn. Ik was vanochtend naar de Action geweest, maar dan hadden ze niet meer echt goud. Dan hadden ze wel zilver, kijk, een beetje van die vlokjes zijn het. En ja, rosé goud, dus we moeten even kijken of het lukt. Welke het mooiste is op de ponies. En die gaan we doen. En om het erop te plakken gebruiken we vaseline. Ik heb gewoon, deze had ik nog staan. Deze is van de dieren. Maar je kan ook gewoon mensen vaseline gebruiken. Nou, als eerste gaan we even Lars pakken. En we gaan hem even helemaal poetsen. En zorgen dat hij mooi is. En dan gaan we jullie het verder laten zien. Nou, wij staan hier nu met Lars. En we hebben even het hals eraf gedaan. Omdat wij zonder hals het foto gaan maken. Dat vinden we mooier. En als je het hals er dan overheen doet, dan valt het goud eraf, zeg maar. Maar ik ga het voor jullie even laten zien. Zo, we hebben een klein beetje alvast geprobeerd. En zo ziet het eruit. En wat je dus doet, is je pakt een klein beetje vaseline. En die doe je op het plekje waar je wilt. En dan pak je een beetje van dit bladgoud. En dat plak je er eigenlijk echt gewoon op, zeg maar. En dan, ja, dat is het eigenlijk dus. Het is eigenlijk best wel simpel. Dus wij gaan daar nu even mee verder. En dan zien we jullie straks weer. Zoals jullie net als het goed is in de timeline hebben gezien, hebben wij Lars beplakt. Wij gaan nu even de camera pakken, want wij doen met de camera, dat is net iets makkelijker. En dan gaan we foto's maken. Als je met een zwarte achtergrond wil, is het handig om in iets wat donker is. Wij gaan bijvoorbeeld hier in de opening van de schuur staan, want dan is de achtergrond wat donkerder en dat is makkelijker met bewerken. Dus ja, wij gaan nu foto's maken. Wij hebben net even wat foto's gemaakt en Lars staat hier zo. En wij gaan nu even wat laten zien. Als we deze foto laten zien, zullen jullie vast wel denken, maar dat is toch geen blackfoto? Nee, dat kan je zo bewerken dat het een blackfoto wordt. Alleen op mijn camera is de belichting iets anders, dus die ziet hier een beetje raarder uit. Maar we hebben een paar foto's, we gaan straks nog wat maken. Dat we nog niet helemaal tevreden zijn met het resultaat. Dus we gaan straks nog wat maken, maar ik vind wel, het gaat al best wel goed. Nou, ik heb net blackfoto's, ja, van die goudbladfoto's met Lars gemaakt. Nu gaan we het aan doen en we gaan kijken of Guus, dat is onze tackle, er ook bij kan. Dus daar gaan we wat mee puzzelen. Dus dat gaan we doen en we zien jullie. Jullie gaan nu waarschijnlijk een timelapse zien. En dan zien wij jullie straks weer met het bewerken van de foto's. Oké, ik ben vergeten de timelapse te maken. Maar ik ga jullie nu laten zien hoe wij de foto's bewerken. Wij bewerken het met PicsArt. Normaal bewerk ik mijn foto's met Lightroom, maar nu met PicsArt met de black foto's. Als eerste kies je de foto die je wilt. Je klikt op Tools en dan op Adjust. En dan ga je hem gewoon een beetje aanpassen. Ik zet hem wat donkerder, zodat de achtergrond ook wat donkerder wordt. En zo ga je een beetje met de settings spelen. En dan merk je dat hij al een heel stuk zwarter is geworden. Dan ga je naar Draw. En dan ga je de delen die licht zijn gebleven met zwart inkleuren. En dan sla je hem op en dan is die klaar. Hierna komen nog meer foto's van de shoot.